Hey, welkom bij een nieuwe week aan de shownieuws. En ik hoop dat je zin hebt in een spelletje, want dadelijk maak je kennis met de iPhone-app van So You Think You Can Dance. We spelen ook voor het tweede album van Tatiana Storm. Maar eerst krijg je nog kerstvers shownieuws. Vesufrio is stiekem getrouwd. Tatiana Storm stelt met trots haar tweede album voor. En beginnen doen we met Tom Dice, want die wordt ridder. Voor vele meisjes is Tom Dice weer een stap dichter bij de status van prins op het witte paard. De zanger wordt namelijk in de ridderstand verheven. Mr. Me and My Guitar moet volgende week zondag in het stadhuis van Eeklo zijn. Hij krijgt er een ridderslag in de orde van de Eekloosgen. Tom wordt de 102e ridder en is dan ook ineens de jongste. Vrijdagavond maakte Miguel Wiels op tv bekend dat hij en Frey Sufrio enkele weken geleden stiekem getrouwd zijn. Frey en Miguel kennen elkaar al jaren en hebben ondertussen twee kindjes, Wolf en Lola. Een groot huwelijk met veel volk zag het koppel niet zitten, dus vond alles in het geheim plaats. In naam van Anne, een dikke proficiat. Tatiana Storm is goed bezig. Na nog maar een dik jaar bekend te zijn, heeft ze al een tweede album uit. Voor Altijd heet de plaat. En die kwam ze vol enthousiasme voorstellen. Ik draai, draai, draai. Slaap, kom eruit maar. Het bed is te groot zonder jou. Ik draai, draai, draai. Ik heb zo pas mijn nieuwste album Voor Altijd voorgesteld voor de pers en voor de mensen. De reacties zijn eigenlijk heel positief geweest. Ik ben ook enorm trots op mijn nieuw album. Het is echt mijn muzikaal kindje. Ik denk dat we zo ongeveer toch een dik half jaar gewerkt hebben aan dit album. En ik vind echt dat ik er heel nauw bij betrokken ben geweest. Ik ben bij alle schrijfsessies aanwezig geweest. Dus dat wil zeggen dat ik ook alle songwriters persoonlijk heb leren kennen. En alle liedjes zijn echt op mijn lijf geschreven. Er staat op mijn cd Voor Altijd ook een duet. Twee duetten eigenlijk. Eentje met Roel van der Stukken. En ik had zoiets, als ik ooit een duet opneem, dan mag mijn duetpartner, of moet mijn duetpartner, Roel van der Stukken zijn. En ja, die mens die wou dat direct doen en ik ben daar ongelooflijk blij om. Ik heb echt wel vleugels gekregen tijdens de opnames en ik wenste eigenlijk stiekem dat hij foutjes zou maken tijdens het inzingen, dat ik hem elke keer opnieuw zou horen. Is jammer genoeg niet gelukt, want hij heeft het op één take ingezongen. En de tweede duetpartner is Bram van Oetrieven. Bram van Oetrieven kennen wij allemaal als acteur in David en als liedzanger van Fosco. Ik draai, 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 slaap, kom maar uit me. Het bed is te groot zonder jou. Ik draai, draai, draai. Er staat een heel speciaal nummer op deze cd en dat is het openingsliedje. En dat is Nooit meer dezelfde en is helemaal geschreven door mijn moeder, althans de tekst. Mijn mama was hiervoor eigenlijk gewoon om gewoon verhalen te schrijven, sprookjes. En ik vond dat ze dat zo goed deed dat ik haar de vraag stelde van waarom schrijf je eens niet een liedje voor mij? Ze is dan op vakantie vertrokken, heeft haar daar volledig opgegooid. In het begin lukte dat natuurlijk niet zo heel goed, want liedjes teksten is nog een ander paar mouwen dan gewoon verhalen schrijven. Ze kwam thuis met die teksten en eigenlijk vond ik het heel goed. Ik heb die teksten meegenomen naar een aantal songwriters en die vonden die ook fantastisch. Hebben een beetje aangepast en dan is er nooit meer dezelfde uitgekomen. Kijk ook zeker morgen naar het shownieuws, want dan heeft Tatiana 5 cd's om weg te geven en ze heeft een ultieme primeur. De So You Think You Can Dance live shows zijn weer volop bezig, met zondagavond een echt kippenvelmoment toen Natasha en Eldrick hun moderne choreografie brachten. Een minder goede beurt voor Evelien en Jessie en zij moesten dan ook de wedstrijd verlaten. Ik heb trouwens iets leuks gevonden en dat is de iPhone-app van So You Think You Can Dance. Het concept is vrij simpel en sluit een beetje aan op het spel Guitar Hero. Het begint allemaal heel rustig, maar naarmate je verder geraakt wordt het steeds moeilijker en ook best verslavend eigenlijk. En zoals je kan zien heeft het Anne Shownieuws zich in de top 10 weten te plaatsen. Benieuwd of jij het beter doet? Surf daarvoor even naar onze website anne.be. Eruitgaan doen we ook met de So You Think You Can Dancers. Ze namen namelijk een coole videoclip op voor Animali, het nieuwe nummer van Don Diablo. Strek de beentjes en ik zie je morgen. Just step, just step.
tarantulas in leopard print. The orangutan, she looks a little like me. It's all that monkey business. What kind of jungle is this? Step your hind legs, get behind me. Animale. Step your hind legs, get behind me. Animale. Neem een voorbeeld aan onze Jeroen en ga samen met Anne op de foto. Heb jij de favoriete foto van de Anne-kijkers? Dan win je misschien een van onze twee digitale fototoestellen. Meer uitleg over deze wedstrijd vind je op anne.be.